heren, beste vrienden. Dat zijn natuurlijk de medewerkers van Worm, de directie van Worm, de aannemer, de 2012-architecten, Joep van Lieshout, een heleboel andere mensen die zich ingezet hebben om zoiets fantastisch tot stand te brengen als u vandaag daar gaat kijken. En ik zou u willen vragen, geef hen een applaus, want zij verdienen het. U zult het dadelijk zien, als u het al niet gezien hebt, wat er de afgelopen maanden tot stand gebracht is. Ik geef graag het woord aan mevrouw. Nee, we houden het kort. Waar gaat het vandaag om? Het gaat om de jonge mensen in Rotterdam. Het gaat om de Witte de Witstraat, het pareltje in Rotterdam. Het gaat om een prachtig nieuw gebouw. Het gaat om een nieuw initiatief. Het gaat om een waanzinnig duurzame invulling van een oud pand wat al eerder gebeurd is door jullie, wat jullie al eerder geflikt hebben en nu weer. Het gaat om chaos, wat we hier net gezien hebben, maar toch weer samen. Ik vind dat weer typerend voor wat jullie hier gepresteerd hebben. De outfit van de vorige spreker was er ook weer een uitstraling van. Waar jullie ons hiermee rond laten lopen, is er ook weer een uitstraling van. Dank daarvoor. Ik zal het tijdens de begrotingsbehandeling zeker een keer omdoen. Oké, daar krijg ik problemen mee. Maar even kort jongens, het is geweldig wat jullie hier gepresteerd hebben. Iedereen die hier aan meegewerkt heeft, het bestuur, maar vooral ook. Jongens, even voor Mike en Hajo, alsjeblieft. Aan de Boomgaardstraat met? Met Lucas Simonis. Lucas, wat doe je bij Worm? Ja, ik werk bij de studio en ik doe ook een beetje mee met programmeren. Nou, we zijn in 1999 begonnen en Worm is eigenlijk van oorsprong een soort paraplu van allemaal kleine clubjes die zeg maar de handen ineens sloegen. Paraplu van allemaal kleine clubjes en een grotere club werden. En sindsdien, we begonnen met de filmwerkplaats, waar we nu zitten trouwens. De programmering van Dodorama en de programmering van Popi Film. De ene deed film, de andere deed experimentele muziek. En sindsdien is er nog een medialab bijgekomen. En moeten we even stoppen? De filmwerkplaats. Ja, dus we zijn bij elkaar gekomen en we zijn zo'n Worm begonnen. Omdat we dachten dat we als een gezamenlijke stichting meer kans hadden om te overleven dan als kleintjes. En in die tijd was het ook heel erg, werd er erg gepusht vanuit gemeentewegen dat allerlei kleine clubjes bij elkaar zouden gaan. Dus, maar dan wilden ze bijvoorbeeld alle muziekdingetjes bij elkaar. En terwijl wij dachten van ja, wij willen gewoon interdisciplinair zijn. Wat een beetje de basis is van ons idee. Dus dat werkt ook veel beter dan dat je een jazz en een gecomponeerd en een popclubje in hetzelfde gebouw stopt. Dus ik denk dat dat onderdeel is van het succes van Worm. Dat we uit principe gewoon alles door elkaar willen zijn en doen. Dus sindsdien is daar een medialab bijgekomen. En nog een geluidsstudio waar ik nu ook werkzaam ben. Ja,
Ja, nee, in principe zijn we altijd internationaal geweest. Internationaler dan goed voor ons is. Dus wij vinden het altijd leuk om lui uit de hele wereld te halen. Dus bij wijze van spreken Argentijnse cumbia muzikanten tot Australische sound designers tot Chinese via de impro. Dus ja, dat is niet heel publieksgericht, maar ten onrechte zou ik zeggen. Dus in feite zijn we heel breed en dat is misschien juist ons. Maar we zijn natuurlijk wel in principe geïnteresseerd in iedereen die een beetje verder gaat dan Middle of the Road. Ja. Ja, voor mij persoonlijk is het een van de redenen dat ik in Rotterdam ben blijven wonen. Ja. Zo is dat anders in andere steden? Nou, het grappige is dat je ze in hele grote steden heb je dit soort plekken niet. Terwijl in hele grote steden zou dit soort plekken heel populair zijn. Dat is juist het dilemma. En in Rotterdam hebben wij moeten sappelen. Wij moeten echt moeite doen om genoeg publiek te krijgen. Maar als wij in Londen of in Berlijn zaten, dan zaten we elk concert zou vol zitten. Dat is het grappige van de situatie. Henk weet dat, Henk weet dat. Okay. Nou, kijk, we hebben natuurlijk een deal met Fons Burger, onze huisbaas, gemaakt. Dat we er voor een aantal jaren zitten. En het is natuurlijk ook de bedoeling dat we dan de huur gaan betalen. Wat in het vorige pand veel minder was natuurlijk. Anderzijds, ja, hier zit je gewoon in de loop. Dus je merkt al meteen dat er komen veel meer mensen langs. Zelfs mensen die gericht naar Worm komen makkelijker hier langs dan in het oude pand. Dus dat is alvast een voorsprongetje. En voor de rest gaan we natuurlijk ook, ja, vooral op vrijdag en zaterdagavond, veel meer publieksgerichte dingen doen. Die ervoor zorgen dat dan ook een ander publiek, ons DJ's, dus zeg maar het nachtpubliek. Uiteindelijk krijgen we er gewoon een discipline bij, je hebt gelijk. De mainstream. Ja, de dance. I'm just a little bit.
Nou, we gaan ook beginnen. Vandaag toevallig, je zit er net vlak voor een concert dat je me interviewt. En dan doen we voor het eerst weer klassieke concerten. Daar gaan we mee door. We gaan een maandelijks klassieke concert op de zondagmiddag geven. Ook met een bepaald soort format, wat een beetje niet zo mainstream is. Andere dingen die we gaan doen is lezingenseries en over een onderwerp. We gaan het het komende jaar een beetje hebben over wat we zelf noemen het kapitalistisch realisme, wat heel erg actueel is. Daar gaan we lezingen, performances, films voor organiseren. Mensen die geïnteresseerd raken in Worm, waar kunnen ze informatie vinden? Een website? Ja, gewoon worm.org. En ze kunnen gewoon even langskomen. Adres? Boomgaardstraat 71, dat is dus het NRC-gebouw, een zijstraat van de Witte de Witstraat, midden in de stad. En open iedere dag? Zo'n beetje open iedere dag. Smiddags heb je de meeste kans. Maar we hebben natuurlijk ook een winkel. En een winkel die cd's, boeken, dvd's verkoopt, platen. En we hebben ook de cultvideotheek. Dus we zijn heel vaak gewoon open. En uiteindelijk wordt het ook zo dat je gewoon hier wat kan komen drinken. Gewoon koffie overdag. Ja. La 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 la